een trotse voorzitter. En aan mij de eer, mijn naam is Willemien Meershoek en aan mij de eer om u allen van harte welkom te heten. En een speciaal warm welkom aan de burgemeester Lucas Bolsjes, die straks de openingshandeling zal doen. En ook een speciaal warm welkom aan alle genodigden, waterlijners en oud-waterlijners. 15 jaar waterlijnen. Wat ooit is begonnen als een mooi initiatief van Han Gerlings, is inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere vrijwilligersorganisaties in Amersfoort. De pioniers van het eerste uur hebben de basis gelegd voor een prachtige professionele organisatie die de waterlijn nu is. Ik maak 3 opmerkingen over de waterlijn. Ten eerste is het leukste vrijwilligerswerk wat er is. Ja. Ja. Lekker varen en vertellen aan mensen die uit zijn, dus een vrolijke aangelegenheid. Kaartjes en souvenir verkopen in een mooie winkel. Veel contacten met mensen, wat wil je nog meer? Ten tweede vervult de waterlijn een belangrijke rol in toeristisch Amersfoort. Ten derde vervult de waterlijn een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk voor senioren. Ja. Maar ik moet u iets bekennen. In de kennismaking met de stad Amersfoort die ik de afgelopen maanden heb gedaan, heeft een vaartocht met de waterlijn er nog niet ingezet. Oh. Maar dat kwam ook omdat u een winterslaap had. En de boot onderhouden moest worden en het pand vernield moest worden. Dat u hier zo staat als vrijwilligers, meer dan 100, in mijn tekst stond nog 98, maar blijkbaar jonkt u nog wat aan. En dat u, ja, misschien ook wel, maar dat u dit met elkaar voor elkaar heeft gekregen. Hè? Want als een idee van één persoon gekomen is, 15 jaar geleden, is nu in feite uitgegroeid tot een vrijwilligers multinational. Dames en heren, het is dus een feestelijke dag dat ik hier mag staan. En dat u in die 15 jaar tijd, en ik heb een paar cijfers laten naar boven laten halen, dat u van 17.500 toeristen naar inmiddels meer dan 50.000 toeristen per jaar vervoert. Dat zijn groeicijfers waar iedereen van zou gaan glimmen. Dat vergt een accurate boekhouding. Ik heb inmiddels begrepen dat dat ook helemaal geautomatiseerd is. De penningmeester heeft ook een hele aparte kamer gekregen. Dat zal samenhangen met dat kriskrasbeleid. Maar dat is toch een mooie plek voor de boekhouder erboven. En wat dan ook interessant is, hoe u elkaar enthousiasmeert, dat u ook nieuwe mensen erbij weet te krijgen. Maar die mensen worden wel opgeleid. U heeft met steun van de oude rotte heel wat herstelwerkzaamheden aan de kademuur voor elkaar gekregen. En daardoor kan het publiek ook dit seizoen weer veilig rondvaren. Met dan ook die beelden die op vaarhoogte aangebracht zijn, waarvan er binnenkort weer 4 bij gaan komen. De nieuwe gidsen, die er ook weer zijn, die krijgen scholing over de geschiedenis van Amersfoort en de karakteristieke bijzonderheden van onze stad. Maar u doet dat op uw eigen manier. En ik heb begrepen dat u de verhalen ook wel eens dermate aan weet te dikken, dat u met uw eigen interpretatie deze stad nog heldhaftiger, nog historischer, nog unieker weet te maken. Gaat u zo door. Want u bent de verhalenvertellers van onze stad. En dat is gewoon een unique selling point, om een goed Nederlands woord te gebruiken. Vroeger, dames en heren, als het echt te gek werd, dan werd je naar het leugenbankje buiten verwezen. Zo waren de verhoudingen. Maar sterke verhalen over onze stad moeten natuurlijk blijven bestaan. Vandaar dat ik voor uw 15e verjaardag en uw nieuwe winkel ook zo'n nieuwe bank heb laten maken. Ja. En nou zult u zeggen, waar is die dan? En als ik nou de voorzitter mag vragen, want ik ben gewend om altijd te knippen, maar als u mij nou zou willen vervangen en het zou willen onthullen, Dan wordt allemaal vastgelegd, dus als u denkt ik mis het nu wat ik zou moeten zien, het wordt allemaal weer uitgezonden via YouTube. Dit is een unieke leugenbank waarvan je zeg maar hele grote leugens met elkaar kunt uitwisselen. En ik zou aan de voorzitter ook het bijpassende plaatje willen overhandigen waarop staat Leugenbank 15 jaar waterlijn. Van harte gefeliciteerd, nog heel veel toekomst. Nog met heel veel energie voor al die 50-plussers die hier een stuk van de levenswerk mee voor elkaar krijgen. En ik beloof dat ik u snel ga bezoeken incognito. Dank u wel. Fantastisch.
Ja, daar komt-ie. Ja. Op de verjaardag. Gelegenheid voor de oud-waterlijners om ook de winkel te gaan bezichtigen. Bedankt. Ja, oud-waterlijnen, hoe lang was je bij de waterlijn? Nou, ik dacht jaar 2, 3 en 4 van de 15. In het begin? In het begin, en dat was erg leuk. Maar ik moet zeggen, het is compleet professioneel geworden. Als ik de kleding zie, als ik de huisvesting zie, ja, het kan eigenlijk niet mooier. Het is fantastisch. Fantastisch zelfs, ja. Heb je geen zin om weer eens terug te komen? Nou, ik heb altijd geroepen, van, ik ben toen weggegaan eigenlijk om redenen dat ik heel veel andere werkzaamheden had. Ik heb altijd nog gezegd, ik kom wellicht nog een keer terug. Wie weet.